In het najaar opent ons in Bilzen een nagelnieuw kantoorgebouw. KVLV Vrouwen met Vaart, Puur, Landelijke Thuiszorg en Landelijke Kinderopvang zullen er een nieuwe thuis vinden. Een thuis van 4500 vierkante meter groot, met twee verdiepingen en een ondergrondse parking. Voor de bouw deed ons een beroep op het team van aannemer Mathieu Gijbels. En dat hanteerde meteen, en voor de allereerste keer trouwens, een nieuw principe, BIM. Ik ben Erwin Hermans, ik ben Facility Manager bij ONS en ik heb de eer en het genoegen om namens ONS dit bouwwerk in Bilzen te mogen opvolgen. En ik ben Nick Maas, ik ben BIM Manager bij Mathieu Gijbels en ik heb de BIM-coördinatie voor dit project gedaan. Doe dat goed, joh. Dit gebouw is 4500 vierkante meter groot, waar dat het grootste deel wordt van ingenomen door de organisaties van ons en door de opleiding van ons. Daarnaast hebben we een enkele partners gevonden die mee in dit gebouw stappen, zijn de thuiszorgwinkel, de Wiekslag en het CVO. Ten slotte hebben we nog 440 vierkante meter vandaag te koop of te huur staan. Maar we hebben eigenlijk gekozen voor een toch wel aparte architectuur. We wilden eigenlijk ook niet zomaar een kantoorgebouw bouwen. Een kantoorgebouw bij ons, dat moet geen gewoon huis zijn, dat moet een thuis zijn. Een thuis waar dat de medewerkers van ons zich goed voelen, dat warm aanvoelt, maar dat moet ook een thuis zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar zorg. Zij moeten zich welkom voelen in dat gebouw als ze daar binnenkomen. Als je hier op het terras zit, dat je hier toch het gevoel hebt van het groen te zien. Dat is een van de bedoelingen nog. BIM, wat is dat eigenlijk? BIM is een Amerikaanse term. Het staat voor Building Information Modeling, of in het Nederlands bouwinformatiemodel. Hij wil eigenlijk in korte woorden zeggen dat je twee keer kan bouwen. Eén keer virtueel op computer. Daar gaan we in een 3D-model alle informatie die dat betrekking heeft op het gebouw, gaan we in dat computermodel instoppen. En aan de hand van dat model kunnen we vooraf allerlei zaken gaan checken en kunnen we eigenlijk problemen gaan vermijden voor ze zich voordoen op de werf. Als dat computermodel volledig afgecheckt is, dan gaan we eigenlijk starten op de werf. Het grote voordeel is als we met een BIM-systeem werken, dat de werken eigenlijk veel sneller gaan. Eén keer dat de werf start, gaat dat zeer snel vooruit, omdat al die zaken eigenlijk al een keer zijn doorgesproken in het virtuele model. We komen voor veel minder verrassingen te staan tijdens de bouw. Ook het gegeven dat heel het gebouw in 3D wordt getekend binnen BIM, geeft toch wel voordelen voor organisaties zoals de onze, die eigenlijk in eerste instantie bezig zijn met zorg en daarop focussen en waar dat bouw erbij komt om zorg mogelijk te maken. Doordat we eigenlijk met die 3D-beelden veel gemakkelijker aan onze mensen kunnen laten zien wat dat gebouw gaat worden. En dat wordt opnieuw geschuurd dan? Dat is de bijschuren terug. Ja. Dus je zegt wel dat we dat eigenlijk gaan blijven hebben. Er zijn ook wel voorbeelden van, maar van deze schaal in een kantoorbouw, voor zover wij weten, denken we daar toch een van de eerste te zijn. Je ziet de complexiteit van het gebouw, er zijn weinig rechte wanden hier. Hetgeen dat bijvoorbeeld voor ons, voor de calculatieafdeling, zeer moeilijk is om hoeveelheden te gaan bepalen. Als je dat op een 2D-plan moet gaan doen, ja, dat is serieus wat meetkunde en dat je daar de juiste hoeveelheden kunt uithalen. En in een BIM-model is dat de spreekwoordelijke druk op de knop en je krijgt daar de hoeveelheden van de glaspartijen, van de dakoppervlakte, van de gevelbekleding. Dus dat was voor ons een uitgemaakte zaak om zeker dit gebouw in BIM te gaan doen. Voor ons, als ik daar even mag op inpikken, Nick, voor ons als klant geeft dat natuurlijk ook wel wat voor. Eens dat de werf loopt. We hebben eigenlijk op dit moment in vergelijking met andere werven
nagenoeg geen discussies over meer werken, meer kosten, omdat juist die calculaties via die BIM veel exacter kunnen gebeuren op voorhand. Dat maakt dat we ons eigenlijk tijdens de bouw ook kunnen focussen op de bouw en niet op de mogelijke meerkosten die overal uit voortvloeien. Elke werkman is vertrouwd met hetgeen wat hij moet gaan doen. Die stel je een keer voor dat ze al dat hout hier ter plekke moeten uitmeten en moeten zagen. Hoe lang zijn ze dan niet bezig met die plan? Dat loopt vrij soepel. Het aanspreekpunt bij ons is Erwin. En dat is heel handig dat je eigenlijk één aanspreekpunt hebt. En dat loopt eigenlijk heel soepel, ja. Ja. Ja, voor ons is dat hetzelfde. We hebben zeer goede contacten met eigenlijk alle mensen binnen de firma. En ook met de architecten. We willen een zo goed mogelijk gebouw zetten dat ook de tand destijds kan trotseren. Want we zetten niet enkel een gebouw voor vandaag. Dit gebouw moet lang meegaan. Dus we hebben hier ook wel echt over nagedacht. We hebben gedacht over duurzaamheid. We hebben gedacht over de verbruiken. Ook daar willen wij als ons onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. En ik denk dat we dezelfde taal spreken.